deed het boek open. En hij zocht het verhaal van kerst. Maar vadertje Panov was nooit naar school geweest. Dus het lezen was best lastig. Hij met zijn vinger gleed hij langzaam bij de woorden langs elke regel en hardop sprak hij de woorden uit. En hij las een verhaal over kerst en over een babytje. Een babytje dat was geboren, maar niet gewoon in een warm huis, maar gewoon in een stal, omdat er in de herberg geen plaats meer was. Helemaal naar het volgende dorp, 7 kilometer verderop. Tja, ik woonde bij de oude molen, maar ik heb geen geld meer om de huur te betalen. En nu ga ik naar mijn neef. Ik hoop dat ik bij hem mag wonen. Ik heb geen man meer zitten. Wil je ook wat brood en soep bij me eten? Een beetje warme melk voor je kindje dan. Raise me up.
zingen weer van